In deze editie van onze Kinderhuizen-serie brengen wij een bezoek aan huizencampagne. Bij binnenkomst spelen de kinderen met elkaar op het erf, omdat er geen middelen zijn voor een uitstapje. De beschikbare middelen gaan naar de dagelijkse zorg. Zo moet er op dagbasis alleen al voor groenten rond de 600 SAD worden neergeteld voor de 90 pupillen. In het tehuis. Hoofdleidster Nessa Roosblad zegt dat de hulp van de overheid aan de kinderen daarom dringend nodig is. Op dit moment is de zorg van de kinderen mogelijk door donaties en uit eigen middelen. De overheid moet ons eigenlijk helpen. Weet u waarom? De overheid brengt kinderen voor ons. We krijgen van Bufas, we krijgen van opa Dulli. Ja, en een paar familieleden. Maar de overheid moet ons helpen. Want die kinderen zijn de toekomst van morgen. Dus de overheid moet ons helpen. Kijk, eigenlijk moeten we elke maand voeding krijgen van sociale zaken. Ze vinden je moet elke maand een lijst van ze sturen, maar het komt niet. Kijk, al hoeveel maanden hebben we niks gehad. Hoe moeten die kinderen eten? Hoe moeten ze eten? We hebben nooit subsidie gehad. Kinderthuiscampagne bestaat er al 60 jaar. 3 generaties. We hebben nooit gehad. Het is een romslop. Weet je hoeveel papierwerk je moet doen? Accountant kan huren, maar geen geld. Als je me geen geld geeft, hoe ga ik het doen? Ik heb geen geld. En ja, zou Amonie zou een finish om die kinderen eten te geven. Met het nieuwe schooljaar voor de deur kan de leiding van Huizencampagne moeilijk inschatten hoe ze de kosten die daarmee gepaard gaan zullen dekken. Van de overheid heeft het kinderthuis onlangs 42 schooltassen ontvangen. Maar daarmee zijn niet alle kinderen geholpen. Want het tehuis heeft 65 schoolgaande kinderen. Roosblad geeft aan dat het tehuis ook dringend een vervoersmiddel nodig heeft. Ik heb er 65 die naar school gaan. Eens geef geld. Ik heb 5 voor MEO, is 500 SRD. Milo 100, ander LBGO 275. Pam, ik vind het niet, mijn beg is maar. Beg is wel ook, kunt u me helpen? Ik heb er 65, al neem jij 5. Is geholpen. Een ander komt, kan je me helpen met 4, 5. Dus zo gaat het, dan begin je mee, begin. Terwijl het niet hoeft. De overheid kan een school geld geven, zeg, kijk, dit is je budget, alsjeblieft. Dat heb ik gebruikt, kan me niet, dat ik kan een kwitantie zeggen, kijk, dit heb ik gedaan, nou, kijk hier. De bus kost al 10 SRD. Ik heb er bijna 25 die naar school gaan. Hele week, hoeveel kom ik, hoeveel moet ik betalen per mijn finamonie? Ik heb het niet. I want bus, maybe fuel, of buy, of sang. Ik weet het niet. Terwijl de overheid begint mijn money, ik denk, want bus het afbetaling. Maar dat is corrupting. Daarom heb ik gezegd, mama, je poen, nou, nou, wie is want bus? Ik denk, dat is corrupting, was corrupt. Dat kan niet. Geef alle kinderthuizen geld. Stop jullie geld in kinderthuizen, weet je waarom? Jullie geven ons niet. Maar toch wel met moeite naar ons geven. Maar als je ons geeft, kunnen we meer doen. We kunnen meer doen. Toch? Dus geef ons geld. Je poe nou. Dan wil je poe zeggen, maar leer me altijd naar wat aan. Wat staat er? Geef me geld. Ik kom met bewijzen wat ik met je geld heb gedaan. Roosblad zegt dat de kinderen van Huizencampagne veel beter verdienen. Meer nog omdat ze zich elk jaar inzetten op school. Het tehuis moet ook dringend worden uitgebreid, maar de middelen daartoe ontbreken.